Het Leids theatergezelschap Veenfabriek brengt de nieuwe voorstelling Maria, Maria, Maria over de moeder van iedereen. Artistiek leider Jurie Vos schreef zelf de tekst op basis van gesprekken met muzikanten en zangers die aan de voorstelling meewerken. Ik ben niet gelovig opgevoed. Maar waar, mijn oma had een huis, een pastorie in België, en er stond een groot Maria-beeld in de muur van het huis. En dat vond ik altijd een prachtig beeld, wat me heel veel rust gaf. Maar het begon met, denk ik, dat Bastiaan, de componist, muzikaal leider, wilde heel graag iets met de Cantigas de Santa Maria doen. Liederen uit de middeleeuwen, door Alfonso de X verzameld in Spanje, in de 12e eeuw. En dat zijn 300 liederen die vertellen over de wonderen van Maria. En dat is denk ik het startpunt geweest. Ja, vanuit daar wilden we deze voorstelling maken. Ja, het is muziektheater van de Veenfabriek. Dus het is geen musical, maar er wordt wel veel in gezongen. Veel muziek in gemaakt en in gepraat. Ja, het is muziektheater, het is een eigen genre. En er zijn verschillende verhalen die we daarvoor gebruiken. Verhalen over het leven van Maria zoals dat in de Bijbel staat en zoals het in de Koran staat. In de Bijbel wordt ze maar 12 keer genoemd, bij naam. En in de Koran zo'n 70 keer, dus er is meer informatie te vinden over Maria. Het gaat over die verhalen, het gaat een deel, klein deel, maar in de muziek vrij veel over de Maria uit de middeleeuwen. Dan is ze een soort superwoman, kan ze allemaal wonderen verrichten, allemaal gekkigheid uitspoken. Was echt de superster van het katholieke geloof. En het gaat ook over de Maria die we nu nodig zouden hebben misschien. En de paus heeft dit jaar gezegd in maart, en dat is al vaker gezegd, maar Maria is de moeder van alle mensen. Ook van degenen die niet bidden, ook van de niet-gelovigen. Dus het is ook de ondertitel van onze voorstelling. Dat gaat over haar en haar kinderen. Met haar kinderen bedoelen we iedereen. We niet alles begrijpen in de wereld. En dat we van elkaar houden, maar dat er ook ellende is en mensen doodgaan. En dat we, ja, ondanks het alles, ja, troost kunnen vinden bij elkaar. Ik denk dat spiritualiteit bestaat, los van of dat geloof allemaal, die religie, al die regeltjes allemaal precies kloppen. En ik denk dat die spiritualiteit in de muziek zit. En dat we die daarmee kunnen aanraken. Ja, en andersom, maar ik vind natuurlijk, als je hetzelfde denkt, het is een heel mooi beeld dat Maria er voor je is op het moment dat je sterft. Maar als je het omdraait vanuit haar perspectief, dat zij er voor alle mensen moet zijn die sterven, bij iedereen de hand moet vasthouden, dat is ook een hele grote druk voor die vrouw. Dus daar proberen we ook over na te denken, hoe het voor haar is. En de draak voert oorlog tegen haar kinderen. Het is zo makkelijk om te vergeten wat je moet onthouden. Veenfabriek speelt Maria, 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 onder andere in Leiden, Haarlem en Den Haag.